op baan 8 voor de ZBC Amersfoort, Laris Sabrak. Op baan 1 voor de SBC 2000, Kim Vos. Op baan 7 voor VZC, Marjolein Delmo. Baan 2 voor de BVZ, Anna-Louise Palmans. Baan 6 voor de Dolfijn, Irene Teuper. Baan 3, verschillende keren kampioen geweest, Anouk Elzerman. Op baan 5 voor BVZ, Rosie Metz. En op baan 4 ook voor BVZ, vanmorgen een leeftijdsrecord, Tess Schouten. En zo zijn we begonnen aan deze finale 100 meter schoolslag. Tess Schouten vanmorgen 1:06.81. En daarmee verbeterde ze het leeftijdsrecord 16 jaar. Hey! En Josje vertelde net dat zij eigenlijk nog jarig moet worden. Ze is nog 16. Ja, precies. Maar we hanteren in Nederland dus het geboortejaar als uitgangspunt. Vandaar, ze wordt dit jaar 17. 31:57, dat is haar doorkomsttijd. Iets langzamer dan vanmorgen, volgens 31:41. Maar ze gaat aan de leiding hier richting de muur. Schouten hier dus in ieder geval aan de leiding. Er wordt aangestreden op het zilver en het brons. Anouk Elzerman, Rosie Metz, kan Anneliese Polman staan als dicht genoeg bijkomen. Hier is die van Schouten. Zij gaat op de overwinning af. En dan doet ze 1:07.16. Tweede tijd voor Rosie Metz, 1:08.33. En de derde tijd voor Anneliese Polmans. Dat is 1:09.20. Dus officieel, dames en heren, de nieuwe Nederlands kampioen. Een applaus voor Tess Schouten.